Por ejemplo, Tanya dice, yo quiero ir a Holanda. Ya tengo mi mamá, tengo mi familia. Ah, bueno. Sí, Tanya. ¿Cuándo quiere ir? ¿De qué tiempo dispone? Op zoek naar Tanya in de jungle van Colombia. En verder in Overhaag vandaag. Ook Jasmin, Nordin en Soraya zetten hun schoen. Minister Eurlings schuift kilometerheffing vooruit. Goedenavond, welkom bij Nova. Ze was het nieuws van de afgelopen nazomer. Tanya Nijmeijer, 5 jaar geleden trad de Groningse studenten toe tot de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. Bij een overval van het Colombiaanse leger op haar kamp deze zomer werd haar dagboek gevonden. Gedeeltelijk in het Nederlands, gedeeltelijk in het Spaans. Het Colombiaanse leger gaf fragmenten vrij en haar familie en anderen vreesden voor haar leven. Straks ziet u hoe een team van Nova in de jungle van Colombia op zoek gaat naar Tanya. Maar eerst praat ik met Edwin Koopman. Hij is Latijns-Amerika-correspondent voor de Wereldomroep en hij komt net terug uit Colombia, want in oktober daar nog geweest. Wat hebt u daar gedaan? Nou ja, na al die ophef hier in de media wil ik wel eens zien wat de Colombianen nou vonden van het hele verhaal. En nou ja, ik heb goede contacten bij het ministerie van Defensie. Dus kijken of zij iets meer wisten van wat er met haar aan de hand was. Of ze nog leefde en waar ze dan zou zijn. En ik wilde spreken met de voormalige strijders van de FARC om te kijken ja, hoe zij op zo'n situatie zouden hebben gereageerd. Ja, de voormalige strijders, want hoe moeilijk is het om door te dringen tot de FARC zelf? Nou ja, om met de FARC zelf in contact te komen is niet zo heel moeilijk. Je vraagt wat rond en via contacten kom je steeds dichterbij, ook in de stad. De FARC is een groot rebellenleger die ook binnen de stad een groot netwerk heeft van sympathisanten. Dus je komt er wel dichtbij, maar echt met de commandanten spreken in het oerwoud, dat is een heel ander verhaal. Daar doe je langer over. Ja, dat hebben wij wel geprobeerd. U zag hem net al even in de kop van de uitzending. We hebben gesproken met Raoul Reis. Wat is dat voor man? Ja, hij is de tweede man van de FARC, na de grote leider, Tiro Fico, die eigenlijk nooit meer in beeld komt. Hij is oud, 78 jaar. Dus Raoul Reis is de officiële woordvoerder. Hij is de man die altijd met de pers en naar buiten treedt. Ook bij de onderhandelingen van een aantal jaren geleden een belangrijke rol heeft gespeeld. Toen zat de regering nog met de FARC aan tafel. En hij is de man die, laat ik zeggen, ideologisch ongeveer de leiding heeft, dus niet militair. En daarbij dus ook de beschikking heeft over nou ja, wat gaat er met het geld gebeuren, wat wordt verdiend met ontvoeringen, afpersingen, de drugshandel, want dat zijn de activiteiten waar de FARC zich mee financiert. En in die zin heeft het dus een belangrijke politieke functie binnen de FARC. Goed, we praten zo verder. We gaan eerst even kijken naar die reportage waar ik het over had van Victor Lisperguer, Mirjam Lavalette en Hein Hansen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diep in de Colombiaanse jungle trainen de guerrilla's van de FARC. Na eindeloos onderhandelen is de één na hoogste man van de FARC, el comandante Raúl Reyes, bereid tot een gesprek. Buscamos la patria grande y el socialismo. Nuestra lucha es por todos los colombianos. Terug naar september van dit jaar. Na een aanval van het Colombiaanse regeringsleger op de guerrilla's wordt het dagboek gevonden van de Twentse studente Tanya Nijmeijer. 9 dagen na de eerste publicatie uit haar dagboek is Tanya Nijmeijer nog steeds voorpagina nieuws in Colombia. De jonge vrouw die zich aansloot bij de marxistische guerrillabeweging FARC spreekt daar sterk tot de verbeelding. Tanya Nijmeijer blijkt al 5 jaar bij de rebellen te vechten. Ik denk toch dat ik hier moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij voor een goede zaak vechten en dat we hier, dat ik hier nodig ben. Commandante Reyes is nog steeds verbaasd over alle ophef en commotie over Tanya. Bueno, eso es una labor de los medios de comunicación, una labor mediática, una labor que no corresponde a la realidad, sino que han magnificado demasiado, han hecho un boomerang de la presencia de la holandesa en las filas guerrilleras, según señalan los medios de comunicación. A mí personalmente me parece completamente normal que no solamente Tanya, sino otros europeos y de otras nacionalidades distintas a Colombia sean solidarios con la lucha nuestra, con la lucha de nuestro pueblo. De pronto la más grande sería decir que han hecho una propaganda del trabajo que de la participación de la holandesa en nuestra organización.
Lo cual me parece legítimo. Uit het dagboek blijkt dat Tanja ook behoorlijk kritisch is over de FARC. Ik heb er genoeg van. Ik heb genoeg van de FARC, van de mensen, van het leven in een groep. Ik heb er genoeg van dat ik nooit iets voor mezelf heb. En dat zou nog de moeite waard zijn als je wist waar je voor vocht. Maar eerlijk gezegd geloof ik er niet meer in. Wat is dit voor organisatie? Het doel van onze reis was een ontmoeting met Tanja, maar dat blijkt plotseling toch niet mogelijk. Volgens de commandant bevindt ze zich te ver weg en in te gevaarlijk gebied. Waar ze precies is, hoe het met haar gaat en of ze überhaupt nog leeft, is voor Reyes niet bespreekbaar. Wel filosofeert hij openlijk over een weerzien met haar familie. Por ejemplo, Tanja dice yo quiero ir a Holanda. Ya tengo mi mamá, tengo mi familia. Bueno. Sí, Tanja. ¿Cuándo quiere ir? ¿De qué tiempo dispone? No, pues que yo quiero estarme un mes allá con mi mamá. Quiero ver mis sobrinos o yo no sé qué o mi familia y necesito un mes. Ah, bueno. Puede irse y listo. Entonces, en tal mes, al mes cumplido, usted llega a tal lugar y ahí alguien le indica cómo regresar a su unidad, que es la compañía X. Oye tú, guerrillera, que te bañas en las bellas aguas de este paraíso, de este manantial, que a veces sigilosa caminas desapercibida de toda maldad. Oye tú, guerrillera, mujer bella. Vanuit de jungle strijden zo'n 15.000 guerrilla's voor hun marxistische idealen. Ze wisselen regelmatig van kamp, want het Colombiaanse leger maakt grootscheeps jacht op de FARC-rebellen. Las FARC lleva exactamente 43 años de lucha revolucionaria. Las FARC son pueblo en armas, constituido por hombres y mujeres que queremos una nueva Colombia, que queremos justicia social. Februari 2002 kidnapt de FARC de linkse presidentskandidaat Ingrid Betancourt. Opmerkelijk genoeg kwam ze juist om te onderhandelen over het vrijlaten van gijzelaars. Ze is nu zelf een van de tientallen mensen die diep in het oerwoud gevangen zitten. De Venezolaanse president Hugo Chavez onderhandelt al een tijdje over een gevangenenruil tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Lo que ha propuesto la organización es que entregará la totalidad de los prisioneros en su poder, que son entre 40 y 50. Entre los que están la señora Ingrid Betancourt, que entregaría la organización a cambio de obtener la liberación inmediata de la totalidad de guerrilleros de las FARC que están presos al momento de la firma del acuerdo. Bueno, lo que yo quiero hacer llegar a la Unión Europea y a Holanda, particularmente a ese pueblo que vio nacer a Tanja, es decirles que las FARC no es ninguna organización terrorista. Nosotros solicitamos de la Unión Europea y de Holanda como integrante de la Unión Europea la exclusión de nuestra organización de la lista de terroristas y una mayor participación en lo que buscamos la mayoría de los colombianos para poder terminar la guerra, para poder iniciar la esperanzadora construcción de la paz con justicia social que esperamos la mayoría de colombianos.